Ik was daar op dat eenpersoons ziekenhuisbed en sta je dan boven die meneer en dan mocht hij mijn kutje aanraken. Want hij was natuurlijk oud, ga je niet zeggen van ga jij maar op je kop staan om mij aan te raken. Ja, dat is toch geweldig. In deze serie date ik met mensen die je in het dagelijks leven niet zo snel tegenkomt. Ik weet wel waar we over gaan praten, maar nog niet met wie. Knuffelen of zoenen? Zoenen. Mentaal of fysiek beperkt? Mentaal. Seks met een bejaarde of een zwaar gehandicapte? Zwaar gehandicapte. Voor altijd een man van je dromen in bed of werken als seksverzorgende? Werken als seksverzorgende. Deze week date ik met Marion. Zij werkt als seksverzorgster. Hey Marion. Hey. Fijn dat je er bent. Ja, hartstikke leuk. Goed om je eindelijk te zien. Ja. Helemaal leuk. Hey, ik geloof het bijna niet. Jij laat je droomman zitten om dit werk te blijven doen. Ja, klopt. Hoe kan dat? Een man heb je maar alleen en dit kan je met heel veel mensen doen. Zo. Ja, het is wel de spanning die je ervan hebt. En één man, ja, dat is toch maar saai. Even voor mijn beeld. Wat doet een seksverzorgende precies? Kijk, als je als verpleegkundige verzorgende bent, heb je een bepaalde professionaliteit. Dan stopt het bij intimiteit in feite. En als seksverzorgende kan ik alles wat jij wil. Eigenlijk vanaf het knuffelen tot aan eigenlijk de normale seksuele handelingen. Dat is eigenlijk wat een seksverzorgende doet. Ja. Met mensen met een beperking of mensen die in zorg zijn, dat is het. Wat zijn die handelingen dan precies? Het huid-op-huid contact bijvoorbeeld al. Oké. Okay. Dus als jij langs elkaar liggen, vanuit daar begint het. En dan is het aanraken, strelen. Maar dan kan het natuurlijk ook, iemand wil juist jou aanraken. Die heeft al heel lang misschien geen vrouwenlichaam aangeraakt. Maar het hoeft dus niet altijd die seksuele handelingen? Nee, vind jij het elke dag leuk om elke dag seks te hebben? Dat is ook niet bij iedereen. Ja. Soms is een gesprek al voldoende. Dat je aandacht hebt voor die ander. De aandacht van in een verzorgingshuis, wat denk je dat daar voor aandacht zit? Dat is altijd druk of onderweg. Dus ja, de aandacht voor iemand hebben, dat is al belangrijk. Hoe verloopt een sessie precies? Nou, dus dan kom je bij iemand aan, dus je maakt kennis. Nou, je drinkt even kort wat en dan kijk je wat die ander wil. Je ziet die dingen in de kamer staan, je hebt het ergens over. Of je zegt van god, spannend, je vindt het spannend. Ja, natuurlijk vindt die ander het spannend. Zullen we samen gaan douchen, vind je dat fijn? Oh ja, dat kan. Dan ga je samen douchen, samen inzepen. Nou, dat zou bijvoorbeeld kunnen. Oh ja. Je gaat op date en je weet niet waar je terechtkomt en hoe gaat het gesprek verlopen en wat ga je doen. Dat is eigenlijk hetzelfde. Ja, je hebt een soort heel veel one-night stands en dan moet je uitzoeken wat iemand lekker vindt en wat de beperking is. Maar in een hele korte tijd, binnen een uur. Binnen een uur? Binnen een uur, want na een uur ben je weg of die klant moet 2 uur boeken. Maar jij weet dus eigenlijk van tevoren ook helemaal niet wat iemands wens is dan. Nee. Dus dat ben je weet eigenlijk helemaal niet wat je dat uur gaat doen. Je komt daar natuurlijk wel voor een bepaalde behoefte van die cliënt. Dat is wat je weet. Want alles wat hij met een ander kan doen, dat doet hij met een ander. Wat vind je er dan zo leuk aan? Je moet heel creatief zijn. Dus je komt elke keer weer op een plek die je niet kent, bij mensen die je niet kent. Je weet de aandoening vaak niet, je weet niet hoe ze eruit zien. En toch is het zo dat je dan in dat uur diegene het leukste uur, nou ja, niet van zijn leven maakt, maar wel dat je dat geeft. Probeert zo goed mogelijk dat uur te geven. En dat is het allerleukste. Hoeveel betaal je eigenlijk voor jou voor een sessie? Ja, ongeveer €165 per uur. Eigenlijk hetzelfde als de gewone escort wereld. En dat is dus met zorg en intimiteit alles erbij? Eigenlijk kun je niet zeggen, kijk, er zijn bureaus die het onderverdelen in niet-seksuele handelingen en wel seksuele handelingen. Nou, dat vind ik lastig, want op het moment dat jij vandaag denkt van ik wil gemasseerd worden, maar ik wil dan toch dat jij aan mijn penis zit, wordt het dan opeens zoveel euro duurder of zo? Of hoe moet ik dat dan zien? Dus voor mij is het altijd gewoon één bedrag. En wat wij daar ook in doen of wat er ook afgesproken wordt, dat is verder prima. Hoe ben je eigenlijk bij dit werk gekomen? Ik werk al 30 jaar in psychiatrie. Ik ben er inmiddels weg. En ik wist eigenlijk vanuit vroeger al dat er dames waren die dan eigenlijk bij cliënten op bezoek kwamen. En uiteindelijk word je ouder, je gaat scheiden, je krijgt een tweede jeugd. En op een gegeven moment kom je in coronatijd dus, hè, kom je dan met dat huidhonger. Jezelf ben je single. Mm-hmm. En dan bedenk je van, oké, hoe dan als je altijd single bent, dus altijd in een instelling woont waar je nooit aangeraakt wordt. En vanuit daar ben ik dus eigenlijk gaan bedenken van, oké, dit is dan wel iets wat je
ja, wat ik zou willen doen. Maar ook omdat je dus zelf ervaarde wat het was om huidhonger te hebben. Ja, je hebt niet een partner meer langs jou liggen die jou elke dag bij wijze van kan aanraken. En stel dat jij dus in een instelling woont en eigenlijk nooit aangeraakt wordt. Ja, maar je had zelf ook even Tinder kunnen downloaden of zo. Waarom ben je dan dit werk gaan doen? Ja, Tinder, dat is gewoon helemaal niks. Dat is zo saai, al die saaie mannen. Ja, nee, dat vond ik de spanning niks. Ik was ook natuurlijk verpleegkundige, dus ik zag ook wel die behoeften van die patiënten. En wie zijn jouw klanten dan eigenlijk? Of cliënten, of hoe noem je ze? Ja, eigenlijk al die mensen die in zorg leven, die eigenlijk zelf niet aan hun seksuele of intieme behoeftes kunnen komen. Dus alle mensen die in verzorgingshuizen wonen, in bejaardentehuizen, verzorgingshuizen, instellingen. Soms ook mensen die ouder zijn, die niet op het internet kunnen. Dus mensen in de thuiszorg. Dus eigenlijk alle mensen die van zorg afhankelijk zijn. Dat is het eigenlijk. Weet je al wie je voor je hebt? Van ik weet, ik weet wel wie ik voor me heb. In die zin van, ik weet dan het adres. Mm-hmm. En ik weet soms iets van, of ja, vaak wel iets van de beperking bijvoorbeeld. Dus ik kan me een beetje beeld bij vormen van, oké, zit iemand in een rolstoel? Maar ja, hoe erg in een rolstoel, dat weet ik natuurlijk ook niet. Of die wel of niet bed uit kan, in bed kan, nou ja, dat soort dingen. Maar en als ik nou morgen verlamd zou raken, zou ik jou dan kunnen boeken bijvoorbeeld? Nou, dat ligt eraan hoe oud je bent. Dus 24? Nee, dat is veel te jong. Ik heb ongeveer 20 jaar onder mijn leeftijd. En ja, daarboven maakt het niet zoveel uit. Maar anders, nee, dat is voor mij... Nou, onder mag niet. Ja, niet bij mij. Ja, ik heb toch ook behoefte? Ja, dat mag. Maar dan gaan we iemand anders voor jou zoeken. Die meer richting jouw leeftijd is. Oké. Wat is het oudste wat je ooit met iemand naar binnen bent geweest? Ik denk wel dik in de 80. Die man was ook heel zielig, want die was getrouwd. En die man had meer verzorging nodig. Dus die is naar het verzorgingshuis gegaan. En die vrouw is eigenlijk thuis gebleven. En eigenlijk vond die man er wel heel erg fijn. Want die had nooit seks gehad nadat zijn vrouw het tweede kind had gekregen. Dus dat was zeg maar heel vroeg. Dus zeg maar toen ze 20 of 21 waren of 22 waren. Dus al die jaren nooit seks meer gehad. En dan was hij zo blij dat er nou iemand was bij wie die... hij heel graag dat kutje mag aanraken. Dus ik was daar op dat eenpersoons ziekenhuisbed met die papegaai erboven. En sta je dan boven die meneer en dan mocht hij mijn kutje aanraken. Want hij was natuurlijk, ja, was oud. Ik ga je niet zeggen van, ga jij maar op je kop staan om mij aan te raken. Dus dat is toch geweldig. Dus hij hoeft alleen maar zo zijn hand omhoog te doen. Ja, hij hoeft alleen maar zijn hand. Maar hij vond die geweldig. Het enige wat hij wilde was gewoon, en dat was de fantasie ook, een kutje nog aan kunnen raken. Ja. En dan heeft hij toch, nou ja, wat zal het zijn geweest, 60 jaar of zo langs zijn vrouw gelegen en het nooit meer hebben mogen doen. Maar snap je dat het verhaal vooraf dan ook heel belangrijk is? Ja, ontzettend. Dat je dan snapt dat zo'n man, dan denk je toch niet meer van het is een oude man en in jullie, of in jouw beleving zou je misschien denken, misschien wel een vies oud mannetje. Maar in mijn beleving is het alleen maar een man die moest kijken wat hij allemaal niet heeft gehad en wat hij nou allemaal krijgt. Waarom boekt deze man niet gewoon een escort? Heel veel mensen in de escortwereld die vinden het ook lastig. Kijk, een oudere man zou het nog wel kunnen, maar mensen met een beperking vinden ze heel lastig. En andersom is het ook zo, iemand met een handicap, die vindt het ook lastig als mensen niet weten wat die handicap betekent. Dus ik weet wel wat die handicap betekent. Ik weet, als jij tegen mij zegt, wordt gezegd, ik heb een tracheostoma, dan weet ik wat je hebt. Wat voor beperkingen ben je tegengekomen? Alles. Alles? Ja, heel veel. Ja, mensen in rolstoelen, mensen, psychiatrische patiënten. Die ook? Ja, die ook. Want ja, die hebben vaak heel veel angsten en of depressies. Stel, iemand is helemaal verlamd, bijvoorbeeld. Wat kan je dan nog met iemand doen? Ja, kijk, als je tot zover verlamd bent, dan kun je heel weinig, maar dan kan ik nog wel aan je gezicht zitten. Ja. Maar ik weet niet of je dat dan allemaal wil, maar... Je kunt nog altijd aanraken of je kunt nog altijd, als je handen nog kunnen bewegen, kun je mij aanraken. Je kunt mijn borsten aanraken, je kunt mijn kutje aanraken, ja. Zo simpel gezegd. Ik bedoel, ik ga wel op allerlei standjes staan, zodat jij erbij kan. Ik had op een gegeven moment een jongen en die woonde in de focuswoning. En die was verlamd, maar die had een letterkaart.
En een letterkaart? Een letterkaart is eigenlijk een kaart met allemaal met rijen met letters. En als je dan, als hij dan zeg maar een woord wil aanduiden, dan zeg je eerste rij, zit daar die letter in van de eerste letter. Dus is het de K? Nee, eerste rij niet, tweede rij. Derde rij. Ja, is dan de eerste letter niet, tweede letter niet, derde letter. Jezus. Dus ja. Maar op een gegeven moment, nou, komt daar dus iets uit. Nou, wat kwam eruit? Nou, op zijn hondjes. Maar dan ligt... Doggy. Ja, doggy. Maar dan ligt iemand... Op zijn hondjes is toch langer dan, hè? Ja, oké, okay, goed. Maar dan ligt iemand dus in bed, hè? Maar hij was tot zover verlamd. Dus denk ik, ja, hoe gaan we dat doen? Maar ja, op het moment dat ik, nou ja, simpel gezegd in mijn blote kont stond, zag ik op een gegeven moment achter een camera. Ik denk, oh ja, dat is een focuswoning. Die worden in de gaten gehouden door een camera. Oh, shit. Dus ik zeg tegen die jongen, ik zeg, ze zullen nou toch niet meekijken zo, hè? Ja, weet je, dat is dan hilarisch. Maar ja, en dan ga je maar iets verzinnen. Ja, doggy, dat gaat dan niet helemaal lukken. Maar ja, als hij wil dat ik met mijn billen naar jou toe zit, dat vind ik prima. Ik bedoel, je kunt dan toch iets verzinnen. Ja, dat vind ik grappig. Hij kiest wel een moeilijk standje uit dan, toch? Hoe doe je dat dan? Dat gaat niet, maar dan kijk je wat wel kan. Nou, hij kon met zijn armen, als je die armen op mij legde, kon hij die wel bewegen. Dus ik kon hem ook voelen. Als je dus zo'n adres aankomt, heb je dat gewoon niet bedacht. Het is toch grappig dat je dan ergens komt en je ziet iets waardoor je totaal niet weet hoe je dat mee... Ja, dat is de grap. Dat is echt het leukste, het allerleukste. Zijn er restricties aan de beperkingen? Zijn er bijvoorbeeld beperkingen waar jij... Ja, er zijn geestelijk gehandicapten. Die leven soms volgens... hebben soms het niveau van een kind. Van een 1, 2, 3, 4, 5, 6-jarige. Die hebben wel behoeftes, want dat lichaam is wel volwassen. Wow. Alleen, je moet wel een soort van seksuele ontwikkeling kunnen hebben. Want dat gaat niet als jij het niveau hebt van een kind van 1,5, 2, 3, 4, 5, 6 jaar. Dus dat die mentale beperking is te groot. En wat gebeurt er dan? Dan ga je niet, dat doe je niet. Dat is een no-go. Dat is gewoon onethisch. Ja, dus omdat jij die verzorgende achtergrond hebt, weet je ook beter hoe je met die mensen om kan gaan. Ja. Ja, dat is eigenlijk, daaruit is eigenlijk dat seksverzorgende ontstaan. Ja. Jij geeft heel veel in je werk natuurlijk, maar haal je er zelf ook wat uit? Ik haal er die voldoening uit dat ik jou kan geven. Ja? Ja, dat is wat ik eruit haal. Ik haal er een stukje spanning uit, want ik weet natuurlijk niet waar ik terechtkom. Ik weet niet wie je bent. Ik weet niet of het me gaat lukken. Dus ik haal er die spanning uit. Ik vind het leuk om te bedenken van, wat kan ik met jou gaan doen? En als ik dan, als dat uur voorbij is, dan ben ik blij als ik dat jou heb kunnen geven, wat jij graag verlangt. Wow, dus het is echt heel altruïstisch eigenlijk wat je aan het doen bent. Je doet het echt voor de ander. Ja. Maar word je er zelf ook wel eens opgewonden van? Nee, eigenlijk nee. Omdat ik vooral bezig ben met die ander. In de escortwereld of waar dan ook, in de seksindustrie werken heel vaak mensen uit de zorg. En waarom? Omdat wij toch zorgend zijn voor die ander. Ik vind het dan wel een hele extreme manier van zorg eigenlijk. Van waarom... Maar waarom noem je het extreem dan? Omdat het mij heel erg zou tegenstaan om iemand met een beperking te bevredigen. Maar jij hebt dat dus kennelijk niet. Hoe kan dat? Dat komt omdat jij vanuit jouw eigen perspectief kijkt. Jij kijkt vanuit jouw seksuele behoeftes naar hoe jij naar die ander kijkt. En ik kijk daar niet naar. Ik kijk niet vanuit mijn behoeftes naar die ander. Ik kijk naar zijn behoeftes. Ik zie jou niet als een beperkte. Ik zie je ook niet dik, of ik zie je ook niet dun, of ik zie je ook niet bruin of wit of grijs. Het maakt niet uit, oud, jong. Maar daar kijk ik, dat zie ik niet. Maar en wat nou als je iemand, kan je iemand dan ook onaantrekkelijk vinden op die manier? Een beperking waar je heel moeilijk iets mee kan, of nee, waarvan... Dat heb je niet. Bestaat dat echt niet bij jou? Ja, maar wat zou het dan moeten zijn? Ja, ik kan het me zo niet voorstellen. Nou, weet ik veel, iemand een half been, een arm eraf en een verminkt gezicht. Ja, dan kan je er nog zoveel meer wel. Ja, maar heb je dan niks waarvan je dan denkt van, oeh, dit wil ik niet? Nee. Krijg je wel eens verzoekjes waar je van staat te kijken en waar je toch nog even moet twijfelen van, oh, dat doe ik dan nou, niet. Ik heb wel een keer, ik heb me wel eens verbaasd. Ik heb me wel verbaasd over iemand die bijvoorbeeld, ik snapte het hè, maar dat je bijvoorbeeld 45 bent, nooit geen relatie gehad hebbende en ook nooit een blote vrouw hebt gezien.
dat verbaast me dan wel. Kijk, een blote vrouw in het echt, hè. Ik bedoel dat je het op een plaatje ziet, Allah. Maar dat je echt, maar dan ook nog nooit een vrouw hebt aangeraakt. Maar je bent wel achter in de 40. Maar ik snap vanuit je ziektebeeld dat je dat dan, dat nooit gebeurd is. Maar dan is het toch prachtig dat jij daar staat en dat hij jou dan helemaal mag aanraken en mag doen. En dat hij dan alles bij jou mag kijken. En dat is toch mooi? Dan denk je toch bij jezelf, heb ik toch goed werk verricht? Ja, dat vind ik inderdaad wel heel bijzonder. Dat jij dan dat eerste moment mag beleven dat iemand een blote vrouw in het echt ziet. Ja. Hoe is dat dan? Hoe reageert hij dan? Heel zenuwachtig, maar dan ga je met zo iemand wel douchen bijvoorbeeld. Dat is toch een stukje ontspanning wat je dan geeft. En dan ga je elkaar inzepen en dan mag hij gewoon voelen. Maar als je, simpel gezegd, nog nooit een kutje hebt gezien, dan ga eerst maar even beneden kijken, denk ik dan. Dan mag je ook gewoon even kijken hoe het dan eruit ziet. Is er biologieles, toch? Ja, maar zo is het natuurlijk wel. Ja, wat moet je dan? Dan ga je ook niet tegen zo iemand zeggen van, kom op, we gaan liggen en we gaan neuken. Ja, dat is ook niet als je 45 bent. Ik bedoel, dat gaat zo niet. En dan kom je bij zo iemand terug en dan is hij iets minder gespannen. En dan kan er weer iets meer. Waarom vind je dit werk belangrijk? Weet je, er zijn mensen die bijvoorbeeld spasmus hebben. En die zijn na dat uur hebben hun veel minder last van spasmus. Echt? Dus, ja, dus het werkt ook echt helend. Het is goed voor jouw gezondheid, voor jouw gezondheidsbeleving, voor jouw stofjes die je aanmaakt in jouw lijf. Omdat je aangeraakt wordt, omdat jij geknuffeld wordt, omdat je gezien wordt, dat doet als mens doet dat goed. Dus dat daarom vind ik dat het goed is en dat ik goed werk doe. Je hebt, en dat is ook echt het geval, ik heb echt mensen meegemaakt die grensoverschrijdend gedrag naar de verpleging bijvoorbeeld had. Echt? Ja, het is nu al grensoverschrijdend door bijvoorbeeld de verpleging schatje te noemen of tegen de billen aan te slaan of wat dan ook. En als jij dat dus als cliënt doet, vindt de verpleging heel vervelend. En ik snap dat ook, hè, want ja, hoe ver gaat zo iemand? Je weet het niet. Dan duurt het bijvoorbeeld best wel lang voordat je ingeschakeld wordt. Want men denkt dan van, oké, dit is het kat op het spek binden, hè, want als hij het eenmaal gaat doen en hij krijgt daar dan ook de ruimte voor, dan gaat hij het alleen nog maar meer doen. Ja. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want waarom, die behoefte wordt dan op dat moment, hè, doordat hij dit gedrag vertoont, wordt niet bevredigd, ja, letterlijk dan. Hè. Dus als jij dan zeg maar daar komt en je komt dan met enige regelmaat terug, dan zie je dat vaak het gedrag ook afneemt. Okay. Omdat toch die behoefte is er. Ik bedoel, stel nou dat jij in een rolstoel terechtkomt en je kunt niks. En je zit de hele dag in die rolstoel. Ja. Ja, ik wist helemaal niet dat dit beroep bestond überhaupt. Nee, nee. Is er veel over bekend in de medische wereld? Nee, ja. Als mensen vanaf hun geboorte gehandicapt zijn, dan wonen ze in een instelling en die raken in de puberteit. Dus daar zijn inmiddels wel seksuologen bijvoorbeeld om dat goed te kunnen begeleiden. Ja. Maar bijvoorbeeld in de psychiatrie is het veel minder bekend. In de ouderenzorg is het ook wel ietsjes meer bekend. Maar in feite is het altijd moeilijk. Per instelling is het vaak heel lastig onderwerp. En ook toch nog wel voor heel veel verpleegkundigen of verzorgenden is dit een lastig onderwerp. Je praat wel over seks, zal ik maar zeggen, als het, medicatie jou beïnvloedt. Dus stel, jij krijgt medicatie voor je hart en de cardioloog zegt van, nou, dan gaat jouw pik ook niet meer meedoen. Dan wordt er met jou over gepraat. Maar echt over jouw behoeftes is het heel lastig. Om daarover te praten. Want mensen, verpleegkundigen, hebben ook taboes daaromheen. Voelde jij zelf niet dat taboe toen je dit werk bent gaan doen? Nee, ik heb nooit dat taboe gevoeld. En ik denk dat komt omdat ik eigenlijk altijd al heel open ben geweest. Ik ging vroeger al naar naturistencampings, naaksaunas. Ik heb daar geen problemen mee. Waarom ik het zelf niet mee te koop loop, omdat anderen iets van mij vinden. Ja. Dat is het. Mensen vinden iets van mij. Maar dan vind je dat dus toch erg? Ik vind het wel erg dat mensen dit zo verschrikkelijk vinden. Of dat ze daar een vooroordeel over hebben. Het vooroordeel is van, je zult wel zelf heel veel aan seks doen. Je zult altijd wel, het gaat altijd heel erg seks. Dan is het niet vies. Of voel je jezelf niet vies. Of
Wat nou als diegene nou ja, ook vies is of kwelt of heel vies is? Ja, ik of heb het allemaal nog gevraagd. Ja. Ja. Al dat soort dingen. Ja, dat zijn allemaal vooroordelen. Ik vind het niet erg, maar dat mensen zo naar mij kijken, dat vind ik wel erg. Ik zie dat zo helemaal niet. Ik heb echt een heel leuk werk. Ja, ik vind echt dat ik heel leuk werk heb. En heel leuk, ja. Dat, ik hoef niet die droom op in mijn bed, maar ik wil liever dit werk. Dit is echt heel leuk om te doen. Welke klant staat je het meest bij? Ik had een klant in een verzorgingstehuis en elke keer, ik kwam er elke 14 dagen en elke keer als ik daar kwam herkende hij mij en dan zei hij van, oh, je bent diegene met die grote memmen. Dus dat was heel grappig. Wat zei je dan terug? Dan zei ik altijd van ja, daar ben ik. Maar hij kon verder niet zoveel praten, dus het grappige eraan was dat hij dat dus elke keer zei. Dus niet van wat ben je leuk of wat, hoe zie je eruit, maar altijd alleen maar, jij bent degene met die grote memmen. Goed, dat was hem. Ja. Ja. Gebruik je eigenlijk ook drugs? Of ja, helemaal. Vanavond nog. Ja, echt. Vanavond. Ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Vergeet niet te liken en te subscriben en laat weten in de comments wie jij hier zou willen zien zitten.